Marokko staat op plek 27 van de ranglijst christenvervolging. De vervolging neemt er toe. Vooral bekeerde moslims kunnen rekenen op tegenwerking en bedreiging. Als christen kun je bijvoorbeeld gearresteerd worden voor het hebben van een Bijbel. Open Doors probeert christenen in dit land te ondersteunen. Met bijvoorbeeld trainingen om te groeien in geloof en weerbaarder te worden. En daarnaast vragen we om gebed voor Marokkaanse christenen. Vandaag doen we dat voor Mohammed. Hij zit nog op school en het is bekend dat hij christen is. Dit maakt zijn situatie erg lastig, omdat klasgenoten en docenten dit niet accepteren. Bid je vandaag voor Mohammed, maar ook voor onze andere broers en zussen in Marokko?